Sinterklaas is een bijzonder persoon die de komende dagen weer overal in het land te vinden is. Maar ondanks zijn bekendheid in ons kleine kikkerlandje zijn er nog steeds veel onopgeloste vragen over de Sint en zijn pieten. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Sint zoveel scholen kan bezoeken in zo'n korte tijd? Of wat dacht je van zijn leeftijd? Hoe oud is Sinterklaas nou eigenlijk? Kortom, genoeg redenen tot het kijken van deze video. Veel plezier met kijken en laat in de reacties even achter welke feitjes jij wel of niet kende. Op plek nummer 10 staat de traditie om 's avonds je schoen te zetten. Velen doen dit voor de deur en sommigen bij de open haard. 's Nachts komen de pieten door de schoorsteen om iets in je schoen te stoppen. Of de pieten sluipen naar binnen met hun geheime sleutel. Maar vroeger was hier helemaal geen sprake van. Vroeger gingen mensen namelijk naar de kerk om hun schoen te zetten. Want omdat de Sint heilig was, kwam hij hier elke dag. Gelukkig is hij inmiddels wat moderner geworden en komt hij gewoon bij je langs. Dat de Sint ons al honderden jaren blij maakt in de decembermaand is algemeen bekend. Maar de intocht in november is nog relatief nieuw. De eerste intocht van Sinterklaas in Nederland heeft namelijk plaatsgevonden in 1888. Hoe de Sint daarvoor altijd aankwam in Nederland is onbekend. Waarschijnlijk ging de Sint toen nog te paard naar Nederland. Een lange tocht van een paar maanden door weer en wind. En dat allemaal om ons blij te maken. Wat een topvent. Op 5 december is Sinterklaas vaak op meerdere plekken tegelijkertijd te vinden. Iets wat eigenlijk helemaal niet kan natuurlijk. Daarom maakt de Sint gebruik van hulp Sinterklaasen. Speciaal opgeleide mensen die precies hetzelfde zijn als de echte Sinterklaas. Gelukkig maar. Want zonder deze hulp Sinterklaasen zou Sinterklaas maar op een paar plekken per dag kunnen langsgaan. En zouden heel veel kinderen dus geen cadeautjes kunnen krijgen. Elk jaar komt Sinterklaas met zijn stoomboot uit Spanje weer aan. Vaak klopt dit wel, maar eigenlijk komt Sinterklaas uit Turkije. Op dit moment woont hij wel in Spanje, maar elk jaar keert hij terug naar Turkije om zijn familie te bezoeken. Of hij ook cadeautjes geeft aan zijn familie in Turkije is onbekend, maar het kan haast niet anders. Een bekend kenmerk van Sinterklaas is zijn staf. Een grote gouden staf met aan het eind een spiraalvormige boog. Maar deze boog is er niet zomaar. Hij staat namelijk symbool voor de kerkelijke macht van de bisschop. Afkomstig uit het jaar 1400. Wij wisten dit nog niet. Jij wel? Laat het weten in de reacties. Ieder kind wil wel een brief schrijven aan Sinterklaas om te vertellen hoe braaf hij of zij is geweest afgelopen jaar. Maar vaak is dit erg moeilijk omdat het postadres van Sinterklaas onbekend is. Daar heeft de Belgische Post wat op bedacht. Zij hebben namelijk een postadres aangemaakt waarnaar je de brieven voor de Sint kan sturen. Vervolgens zorgt het postbedrijf ervoor dat de brieven bij Sinterklaas en zijn pieten belanden. En als je geluk hebt, ontvang je een antwoord in 7 dagen. Daarvoor moet je uiteraard wel een retouradres op je brief zetten. Wil je ook een brief sturen naar de Sint? Kijk dan in de videobeschrijving voor zijn adresgegevens. Veel plezier! Op zaterdag 18 november was de officiële intocht van Sinterklaas in Dokkum. Voor vele kinderen was dit een groot moment, omdat ze vanaf dat moment eindelijk weer hun schoen mochten zetten. Allemaal heel leuk en aardig dus, maar na 5 december is de Sint altijd plotseling verdwenen. Voor veel kinderen is het een groot raadsel waar de Sint is gebleven, tenzij je in Hoek van Holland woont. Hier is elk jaar namelijk ook een officiële uittocht van Sinterklaas en zijn pieten, waarna ze weer vertrekken met de stoomboot naar Spanje. Dat het paard van Sinterklaas Americo heet is algemeen bekend, maar gek genoeg heeft het paard vroeger heel andere soort namen gehad. Zo heette het paard voor Americo Juan en daarvoor Jasper. En tot 1985 heette het paard altijd Schimmel. Schimmel is trouwens het ras van het paard, dus als je de naam nooit begreep, verklaart dit waarschijnlijk een hoop. Weet je trouwens hoe het paard van Sinterklaas in België genoemd wordt? Laat het weten in de reacties. Sinterklaas trekt na 5 december elk jaar weer terug naar Spanje om daar de Spanjaarden blij te maken met zijn cadeaus. Althans, dat denken we. Sinterklaas geeft namelijk helemaal geen cadeautjes aan de Spanjaarden in december. Wel worden zij verrast door het feest van 3 koningen. Een soort van Spaanse versie van Sinterklaas, maar dan zonder pieten. Misschien wel het grootste mysterie van Sinterklaas is zijn leeftijd. Dat Sinterklaas heel oud is, weten we onderhand wel, maar zijn exacte leeftijd is voor velen onbekend. Tenzij je blijft luisteren nu. Sinterklaas is geboren in het jaar 270. Dat betekent dus dat Sinterklaas nu, in 2017, 1747 jaar oud is. Maar voor de goedheiligman maakt dit niet uit. Hij zal de komende 2000 jaar waarschijnlijk gewoon verder gaan met goed doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen en te laten weten wat jij van deze video vond. Joe!